In deze video laten we zien hoe de salivetnitraattest werkt. Zuig met het meegeleverde spuitje 1 ml aquariumwater op. Of als u de test wil eiken, gebruikt u 1 ml referentievloeistof, welke niet met deze test wordt meegeleverd. Je leest de hoeveelheid opgezogen water af aan de vloeistofkant van de plunger. Een kleine beetje lucht in de spuit is niet erg, want er is in totaal 1 ml water opgezogen. Hou het flesje ondersteboven en voeg 4 druppeltjes toe. Doe na het toevoegen van de druppels meteen weer het dopje erop. Voeg 1 afgestreken lepeltje poeder toe. Het afstrijken kan gemakkelijk langs de binnenkant van het potje en sluit na gebruik ook weer direct het potje toe. Schud nu het te testen water rustig voor 30 seconden en gebruik u voor een timer. Door het gebruik van een timer zorgt u ervoor dat u iedere keer de test uitvoert op een gelijke manier. Laat nu het water staan voor 3 minuten en gebruik hiervoor ook weer een timer. Vergelijk nu de kleuren door vanaf bovenaf te kijken en doe dit bij voorkeur bij daglicht voor een zo duidelijk mogelijke kleurvergelijking. In ons voorbeeld is de nitraat 25. In het tweede voorbeeld is de nitraatwaarde onder de 10 en mag de kleurvergelijking vanaf de zijkant plaatsvinden. De bijbehorende waarde mag nu door 10 gedeeld worden. Hierdoor is de nitraat vrij nauwkeurig meetbaar met de salivetnitraattest. Mocht u nog vragen hebben over deze test, plaats dan een reactie onder deze video. En we zijn ook benieuwd welke testen u nog meer uitgelegd wilt zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.